Welkom bij Poetage. Leuk dat je kijkt. Het discussieprogramma over onderwerpen die centraal staan in jouw leven. Het onderwerp van vandaag is muziek. Wat zit daarachter? Vind jij het belangrijk om te weten waar een liedje over gaat? De tekst, heeft dat nu wel of geen invloed op je leven? Ook vandaag zijn we de straat op gegaan en deze keer met de vraag: begrijp je wat je luistert en vind je dat belangrijk? Kijk met me mee. En begrijp je ook wat ze zingen? Ja. Ja? Vind je dat belangrijk? Ja, tekst is wel belangrijk in een liedje. En waarom vind je dat belangrijk? Ja, liedjes met een tekst van ergens over gaat, ja. Vind ik een beetje zinloos. Wat voor muziek luister je? Ja, van alles. Hip-hop, R&B, ja, soul en zo. Ja, eigenlijk alles wel. En waarom luister je naar die muziek? Ik vind het gewoon relaxed. Hip-hop vind ik gewoon vet. Die teksten vind ik gewoon vet. Op zich vind ik die rap staat over de gangster shit en zo, vind ik een beetje saai. Dat het is alleen hetzelfde. Maar ja, ik vind gewoon van die goede teksten, vind ik gewoon, ja, dat vind ik gewoon leuk. En begrijp je ook wat ze zingen? Begrijp je de meeste teksten? Ja, ik vind het ook grappig hoe ze het allemaal bedenken. Moet je erbij komen bij dat idee om daar nummers over te maken. Oké. En wat doet het met je als je naar die muziek luistert? Ja, wat doet het met me? Ja, weet ik niet. Ja, ik word er gewoon vrolijk van. Wat is vrolijk? Hip-hop. Waarom luister je naar die muziek? Omdat ik het leuk vind. Ja? Wat vind je daar zo leuk aan? Teksten, instrumentals. En je zegt teksten, begrijp je ook wat ze zingen? Ja, tuurlijk. Ja? Hartstikke mooi. En wat doet het met je als je die muziek luistert? Ja, het ligt eraan wat voor muziek het is. De hip-hop? Maar welke genre dan? Als het rustige muziek is. Tijdens huiswerk kan je muziek luisteren, dus het verschilt heel veel. Ik ben heel veel gewoon pop, Michael Jackson de laatste tijd en Nederlandstalig. Ja, ook wel. Ja, vooral ook top 40 en zo. Een beetje van die populaire muziek heel snel weer voorbij gaat. En wat vind je daar zo leuk aan? De variatie. Ik heb nooit, meestal ben ik nooit zo van de groep, zeg maar meer van variatie. Ja, en ik vind het heerlijk om lekker mee te lallen. Zeker een paar biertjes op en lekker feesten. En wat doet het met jou als jullie naar muziek luisteren? Het ligt een beetje aan wat voor stemming je bent, vind ik. Ik beïnvloed wel een beetje je stemming. Als je vrolijke muziek luistert, dan word je daar wel... Ja, maar je gaat vaak ook wel muziek luisteren die bij je stemming past. En dan versterkt het weer je stemming, denk ik. Dus als je droevig bent... Als ik droevig ben en ik ga een beetje van dat kattengejank luisteren, dan word je alleen maar meer... Ga even meer de put in. En als je vrolijk bent en je draait vrolijke muziek, Als je alleen maar vrolijk bent. Net drugs eigenlijk. Hey, en begrijp je ook de teksten van de liedjes waar je naar luistert? Of vind je dat niet zo belangrijk? Speelt wel mee. Alleen bij de pop is dat anders dan bij gewoon... Ik zeg Nederlands. Dan is dat bepalender. Ja, ik boeit me ook niet zoveel wat er gezongen wordt. Als het maar lekker klinkt. Altijd. Zoals je ziet... Niet iedereen weet waar de tekst van het liedje nu precies over gaat. En ook niet iedereen vindt het even belangrijk. Dat dit soms rare gevolgen kan hebben is te zien in het volgende fragment van het jeugdjournaal. Op basisschool Willy Brort in Amsterdam kennen ze Rapdas Armas allemaal. En iedereen snapt hier wel hoe dit zo'n grote hit kan worden. Ik vind het wel leuk. Je kan er goed op dansen en zo. De melodie is heel leuk en het is makkelijk te onthouden. Dus als je het één keer hoort, dan ken je het ook bijna helemaal uit je hoofd. Ook 3FM-DJ Michiel Veenstra is er enthousiast over. Hij draait het liedje vaak in zijn programma. Het is een heel simpel liedje eigenlijk. Je zingt het meteen vanaf de allereerste keer, vanaf de allereerste zin die je hoort, zing je wel mee. Het werkt gewoon gelijk. En dit is de artiest die dat aanstekelijke liedje maakte hier in zijn studio. Dit is DJ Quintino. En hij maakte een mix van een liedje dat eigenlijk uit Brazilië komt. Als je hem draait, merk je ook, je mixt hem in en aan de beat herkennen ze hem al. Maar zodra de melodie erin komt, dan gaat het echt, maakt niet uit. De vrouwen achter de bar, de jonge kinderen, iedereen zingt er mee. Dat is gewoon echt fantastisch. Maar hoe vrolijk het ook klinkt, eigenlijk gaat het liedje niet echt over een vrolijk onderwerp. Het originele liedje komt uit deze Braziliaanse film, waarin de politie achter drugsdealers aan zit. De film zit vol geweld. Het is wel een leuk liedje, maar als je weet waar het over gaat en waar ze het op hebben gebaseerd, dan vind ik het niet meer zo leuk.
En wat vind jij? Een vrolijk liedje over geweld vind ik stom, was onze stelling. De meerderheid, 60%, zegt ja, dat is stom. En 40% zegt nee. Als je niet echt weet waar het over gaat, dan kan je er ook gewoon leuk op dansen en zo. Ja, toen ik het hoorde, dacht ik niet aan geweerschoten. Het gaat eigenlijk over iets heel ergs. En dan denkt iedereen dat het een heel leuk liedje is, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ook pas nadat ik hem een paar keer had gedraaid, kwam ik achter het verhaal achter de plaat. Toen dacht ik wel even, oké, dus ik sta even heel vrolijk hier te zingen over ik ga je doodmaken met mijn machinegeweer. Dat was wel eventjes schrikken. Maar ja, het liedje blijft er wel leuk om. Ik heb er een remix van gemaakt, een andere versie. En het doel was gewoon om mensen te entertainen, een leuke avond te bezorgen. En om later te gaan kijken wat zeg maar, het echt betekende. Ja, dan zie je wel dat het heel heftig is. Het gaat natuurlijk over oorlog. Maar ons doel is wel echt mensen te entertainen. Dat is denk ik als artiest het allerbelangrijkste. Aan tafel heb ik vandaag de volgende gasten. Steven, leuk dat je er bent. Jij bent iemand die in je leven heel veel met muziek te maken gehad heeft. Mm-hmm. Dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen van Dick. Welkom, leuk dat jij er bent. Dank je. En aan de andere kant Ewout, jij bent jongerenwerker. Ja. Leuk dat je hier wilt zijn. Ja, dankjewel. En weer als laatste, last but not least, Aniek. Yes. Muziekliefhebber, beginnend songwriter. Leuk dat je er ook weer bent. Thanks. Muziek, wat zit daarachter? Dat is het onderwerp waar we met elkaar over gaan praten. Om nu eens even terug te gaan op het fragmentje wat we net gezien hebben. Kenden jullie dit liedje? Ja. Ik ken hem ook. Ja, ken hem. Zeker. En wisten jullie ook wat erachter zat? Ja, ik wist dat wel. Jij wist dat wel? Nee, ik wist het niet. Jij wist het helemaal niet? Ik hoorde het ook pas later. Jij hoorde het later. Ja. Maar jij kende het liedje wel? Ik kende het wel, ja dat hoorde hem af en toe. En je hoort nu voor het eerst dat dit erachter zit? Ja. Hoe was dat toen je naar mij zat te kijken? Nou, wat ik meteen moest denken was eigenlijk zo van... als iets leuk klinkt en vrolijk klinkt, hoeft het niet te betekenen dat de boodschap meteen goed is. Daar moest ik meteen aan denken. En je zag die kindjes daar zitten. En ik had meteen zoiets van, die worden meteen meegenomen met de beat en zo. Hoe snel gebeurt dat niet? Het klinkt leuk, het klinkt vrolijk. Ja, jij zit echt heel hard te knikken. Je zit te popelen om iets te zeggen. Ik ben instemmend. Dat vind ik waar. Het is heel makkelijk om met muziek lekker mee te gaan in of een beat. Of iets wat leuk klinkt. Of iemand die gewoon heel goed kan zingen. Maar dat het inderdaad wel... vind ik wel belangrijk om te luisteren naar inderdaad wat er gezongen wordt. En ik wist het wel van dit, maar dat was schokkend. Ewout, jij werkt veel met jongeren. Ja. Is dit iets wat je herkent, dat jongeren naar muziek luisteren, maar ze weten eigenlijk niet waar het over gaat? Nee, klopt. Ja, dat zie ik veel om me heen. Ja, Engels, Spaans, dat zijn toch wel vaak de talen die je terug hoort in liedjes. En dat kunnen kinderen van 8, 9, 10 jaar, die kunnen dat gewoon niet verstaan. Dus logisch dat ze niet weten wat ze meezingen of waar ze meedoen, zeg maar. Dus dat vind ik wel zorgelijk. Maar nou zit jij weer heel hard te knikken. Jij bent een muziekliefhebber. Jij gaat op in muziek. Je gaat ervan glimlachen, je ogen gaan stralen als jij het over muziek hebt. Mm-hmm. En toch zeg je nu van, die tekst, dat is eigenlijk nog belangrijker dan de muziek. Ja, maar je kunt de tekst niet loskoppelen van muziek. Dus muziek wordt compleet, naar mijn idee, als alle componenten daarin gewoon kloppen, zeg maar. Ben je het daarmee eens? Tot op zekere zin wel. Het is vaak niet eens nodig dat er daadwerkelijk iets wordt gezongen of dat er echt een tekst wordt gezongen. Het kan ook zijn dat een stem gewoon echt als instrument wordt gebruikt. Er zijn bepaalde groepen die hun eigen verzintaal maken en in die taal ook bepaalde nummers zingen. En soms klinkt dat echt hartstikke goed. Ik denk dat het vaak echt wordt gezien als een extra instrument. En dat mensen niet doorhebben wat voor teksten daadwerkelijk naar luisteren. En zichzelf mee voeden, zeg maar. Ja. Oké, dus dat mensen het niet weten, daar zijn we het over eens. Hè? Dat zien we ook in onze omgeving. Ja. Maar dan komt de volgende vraag natuurlijk. Is dat eigenlijk wel belangrijk? Moet je wel weten waar een liedje over gaat om ervan te kunnen genieten? Ja. Jij zegt eigenlijk van het is niet te scheiden. Ik denk het wel. Jij zegt ook al gelijk ja. Ja. Steven? Ja, ik vind het heel belangrijk dat je weet waar het over gaat. Absoluut. Maar kijk, stel je nou voor. Ik ga aan het werk en ik zet die radio weer aan. Hè? Weer hetzelfde voorbeeld. Ik hoor niet wat ze zingen. Ik heb alleen wat klanken in mijn oren. En die klanken, al hebben ze het over geweld of over moord. Die beat, weet je wel, dat is lekker voor mij als ik aan het werk ben. Nou, als ik weet waar ze over zingen en ik hoor diezelfde beat, dan zet ik de radio uit. Dat wil ik niet hebben dat dan opstaat bij mij. Ik heb bijvoorbeeld vaak met een nummer nu van Robbie Williams. Een nummer heet Bodies. En dat nummer, daar zegt hij een aantal keer dingen wat gewoon echt
tegen mijn geloof en mijn manier van leven ingaat. En elke keer als dat nummer komt, dan springen bij mij mijn nekharen overeind. Terwijl ik het best een leuk nummer vind en hem vaak in mijn hoofd heb zitten. Maar als ik weet dat die tekst erachter zit, dus dan gaat hij uit. Dat ik niks mee te maken hebben. Helemaal niks mee te maken hebben. Maar weet je wat het gekke is? Wat ik dan heb meegemaakt is... Ik heb heel veel met de housewereld gedaan en zo. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat niet alleen de tekst, maar ook de muziek soms woorden kan bevatten. Je had daar een beat, dim, 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 en dat was het woord damn. En dat betekent het grote dus zelfwoord. Dus weer eigenlijk... Dus uiteindelijk, het is onlosmakelijk met elkaar. Het zit in elkaar vast en het doet iets. Het doet zeker iets met dat je. Is al iets waar we dus alweer heel snel achter zijn gekomen, dat muziek iets doet. En hoe komt het nu dat muziek ons zo beïnvloedt? Daarvoor zijn we met jongerenwerker Ewout op pad gegaan. Kijk met ons mee. Ieder mens is uniek en besteedt zijn tijd uniek. Ieder mens leeft op een unieke plek. Waar jij slaapt, daar slaapt niemand anders. Volgens de psychologie ben je als mens bestaat uit 3 onderdelen. Je wordt geboren met een lichaam. Dat is het eerste onderdeel. Dat zie je ook, dat is heel tastbaar. Het tweede onderdeel is je verstand. En ook je gevoel, wat je voelt, zeg maar. Dat is het tweede onderdeel. En het derde onderdeel is je geest. En dat is het diepste van je zijn, zeg maar. En dat wordt ook wel identiteit genoemd. En dat voed je door waar je je tijd aan besteedt. Dus als jij heel veel tijd besteedt aan je voetbalvereniging, of als jij heel veel tijd besteedt aan je muziekband, dan wordt dat een stukje van je identiteit. Zo is er iemand die heel veel naar het voetbalstadion gaat van FC Groningen, en die een sjaaltje koopt en die door de week in de kantine nergens anders over kan praten als over FC Groningen en over welke spelers ze hebben aangekocht en de voetbaluitslagen. Nou, dan zie je duidelijk dat bij hem FC Groningen een stukje van zijn identiteit is geworden. Die identiteit wordt dus ook heel sterk gevormd en beïnvloed door de muziek die je luistert. Zo kan... Als je heel veel naar een bepaalde muzieksoort luistert, dan wordt dat dus ook een stukje van je identiteit. Achter elke muzieksoort zit een positieve of negatieve identiteit. Een positieve identiteit is bijvoorbeeld Sons of Korah. Die zingen psalmen en dat doen ze voor God. En daarin komt liefde naar voren, daarin komt trouw naar voren van God, die dat toont aan de mensen. En ook dat wij mensen tot eer van God mogen zingen en elkaar mogen opbouwen. Dat is echt heel positief. Een hele negatieve is death metal. Daar gaan mensen hebben het heel erg over de dood. En over dat je het beste maar zelfmoord kan plegen. Dat je mag moorden. Dat alles verdorven is. Nou, dat is dus heel duidelijk een negatieve. Iemand gelooft ergens in. Die mensen van de death metal. Die geloven in wat zij communiceren. Dus die geloven dat je depressief... Dat past helemaal in het mensbeeld. En alles gaat dood. En alles is verdorven. En je moet het allemaal maar heel zwaar nemen. En helemaal zwart in het zwart gekleed gaan. Dat is wat zij communiceren. En als je daar heel erg naar luistert. Dan neem je dat dus over. Dus zij communiceren hun identiteit naar jou toe. En als jij dat accepteert. En je geniet daar op een bepaalde manier van. En je verlangt ernaar om daar meer van te horen. Hoe meer je daarvan zal horen. En hoe meer tijd je daarin steekt. Hoe meer het jou ook gaat beïnvloeden en hoe meer jij ook je verbonden voelt met hun identiteit, met hoe zij in het leven staan, hoe zij ernaar kijken. Aniek, jij schrijft zelf liedjes. Ja. Besef jij dan ook, als je dit gezien hebt en gehoord hebt wat Ewout gezegd hebt, besef je dat wat jij schrijft invloed heeft op je luisteraars? Ja, dat besef ik me. Maar allereerst is de grond waarvanuit ik schrijf zijn dingen waar ik zelf mee bezig ben. Dingen die ik lastig vind, dingen die ik niet lastig vind. Vervolgens kan een luisteraar zich daarmee identificeren of niet. Kijk, iemand die kan dat ook vinden. Okay. Of die kan dat... Dus jij zegt eigenlijk, ik leg mijn identiteit in de muziek. Mm-hmm. Of vervolgens die identiteit aansluit bij iemand anders. Of die beïnvloeding, zo noem ik het even, echt gaat werken. Dat ligt aan de luisteraar. Ja. Oké. Okay. Ja. Herkennen jullie iets van wat Aniek zegt? Ja, daar ken ik wel zeker iets in, absoluut. Ja. Maar in hoeverre is die luisteraar in staat om te bepalen of hij dat echt wil, zeg maar? Snap je een beetje wat ik bedoel? Nee. Of die identiteit die jij communiceert naar je luisteraar, zeg maar, in hoeverre is die luisteraar in staat om dat te beoordelen of dat goed is of fout is, om het zo maar te zeggen? Nee. En, nee.
Ik denk dat het heel makkelijk gaat. Dat op het moment dat jij een bepaalde cd opzet, dat je al openstelt voor de boodschap die erin staat. Ja, precies. Zonder überhaupt te weten precies of die goed of fout is. Dus dat het een bepaalde vorm van vertrouwen is in de, de muzikant. Maar dit gaat heel snel. Je zegt, ik zet een cd aan en je stelt je open voor de boodschap die daarop staat. Ik zet een cd aan omdat ik muziek wil horen. En dat ik maar eens even wil luisteren of dat ik het wel vind of niet. Ja. En die boodschap, die is voor mij minder belangrijk wat dat betreft. En wat is de bedoeling ook van een muzikant? Wat is mijn bedoeling is om gewoon van me af te schrijven en muziek te maken. Als iemand daarnaar wil luisteren. Prima, wil je er niet naar luisteren? Ook goed. Maar je hebt natuurlijk ook wel een verschil erin. Want jij vertelde, dat is natuurlijk ook heel duidelijk van dat death metal of heavy metal en religieuze christelijke muziek. Hè, dat staat als het ware pal tegenover elkaar. Ja, en wat voornamelijk op de radio's komt, is popmuziek. Dat krijgen wij te horen. Maar ook daarin, ik ben daar heel stellig in, dat weet ik. Maar ook daarin moet er gewoon veel gefilterd worden, vind ik. Ja. Voor de kinderen, maar ook voor jezelf. Van wat haal je dan binnen? Ja, maar we hebben het dus alweer over dat muziek je beïnvloedt. Dat is al een aantal keer langsgekomen, maar ik wil dat nu eens gaan pakken. Hoezo? Waarom beïnvloedt muziek mij? En hoe gaat dat dan? Jij noemde iets met identiteit. Maar jij zei al gelijk van, ja, maar dat moet je dan maar weer net aannemen. Ja, ik denk dat het ook wel gedeeltelijk... Kijk, muziek, dat zet je op en daar luister je naar. Dat hoef je dan niet eens precies te horen. Maar onbewust gaan die woorden en alles gaan toch naar binnen. Mm-hmm. Kijk, in gesprek met iemand ga je... Joh, jij moet zelf meer plegen. Als ik dit tegen jou zou zeggen, dan zou je zeggen... Joh, knaak. Ga lekker naar de buren. En, maar... Nee, als dat je dat... niet. Nee, niet absoluut niet. Maar als je dat luistert, dan heb je het misschien in eerste instantie niet eens door dat het gezongen wordt. Ja. Of dat het... Maar als je het niet door heeft, waarom is het dan toch... Dat is gevaarlijk, want dan ben je niet bewust van wat er gezegd wordt of van wat er gebeurt in zo'n... Ja, nou dat bedoelde ik ook eigenlijk met die eerste vraag naar jou toe. Volgens mij gaat er zoveel automatisch dat je naar binnen laat gaan, zeg maar. Zonder dat je daar echt over na hebt gedacht, wil ik dat wel? Want wil jij zoiets als iets, ik noem maar iets, jij zei popmuziek, hè? Mm. Nou, daar wordt bijvoorbeeld overspel, wordt daar best wel veel laten zien, zeg maar. Ja, sta jij daarachter? Wil jij, als je een vriendin hebt, met een ander meisje slapen? En als je dat niet wil, waarom luister je dan wel naar dat soort muziek? Nou, wat voor mij ook een richtlijn is door gewoon te kijken naar de muziekclips. Wat zie je in die muziekclips? Wat gebeurt daar? En dat is ook weer, het is onlosmakelijk, naar mijn idee, allemaal met elkaar verbonden. De muziek, de clip, de boodschap. Is dat echt zo? Of is muziek niet net zoiets als een schilderij? Je maakt het en je kunt erin zien wat je wil. Denk ik. Ja. Dat denk ik maar. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik denk dat er sowieso iets in zit. Maar wat jij zegt, dat heeft natuurlijk wel wat. Als je kijkt naar een schilderij zoals hier naar Graffiti. Ja, je kunt erin zien wat je erin ziet. Maar er zit wel iets in. Ja. Er is iets mee bedoeld. En dat zit er sowieso in vast. En dat zul je ook sowieso binnenkrijgen, denk ik. Ja, jij zegt, er zit iets in. Jij bent iemand die op een best wel harde manier erachter gekomen bent. Dat er wel degelijk iets achter muziek kan zitten. Ja, klopt. Laten we met elkaar daar eens naar gaan kijken. Mijn naam is Steven Hakkerman. Redemption. Ik voelde me heel erg eenzaam. Thuis had ik altijd ruzie, vrijwel elke dag. Vandaar dat ik graag in het weekend ertussenuit wilde gaan. Everyone's definitely in serious growth potential. Deze muurtekening beschrijft precies mijn leven. Van hier beneden, in het duister, waar ik een brede weg volgde, de grote stroming. En zoekend was naar wat nou echt waarheid was en wat mij uiteindelijk liefde zou geven. Dat ik steeds dichterbij kwam. En op een gegeven moment, bovenaan het kruis, namelijk dat ik Jezus gevonden had. Op het moment dat ik naar dat soort muziek luister, dan voel ik dat ik word weggetrokken van God. Omdat ik naar een verkeerde kant toe word getrokken. In het begin was dat door middel van radio bijvoorbeeld. Later begon ik naar hardcore te luisteren. Vanaf dat ik een jaar of 8 was, had ik mijn eerste cd's. En die cd's die verkondigen meestal gewoon rechtstreeks boodschappen van de duivel. Vaak letterlijk dingen over moord. Vermoord iedereen, brengt pijn in de wereld. Dit soort boodschappen werd ik van jongs af aan gooide ik mezelf daar helemaal vol mee.
Het effect daarvan op mijn leven was dat ik vaak zeer agressief door het leven heen ging. Dat ik altijd ruzie maakte met alles en iedereen wat om me heen was. Dat ik dingen kapot begon te maken, dat ik echt, gewoon echt haat aan het verspreiden was. Nou, op een gegeven moment ging ik ook naar de hardcore feesten toe. Dat deed ik omdat ik graag de real deal wilde hebben. Je kan het zelf luisteren, maar hardcore muziek is bedoeld om keihard afgespeeld te worden. En dat kan alleen op het moment dat je echt naar de feesten toe gaat. Daarnaast vond ik het ook fijn om met veel zeg maar, broeders samen te komen. En met z'n allen hetzelfde te delen daar. Zo'n avond zag er voor mij uit als thuis een hele hoop indrinken. Vervolgens zoveel mogelijk drugs nemen, snuiven, slikken, van alles en nog wat. Dan naar me toe gaan en dan daar eigenlijk hetzelfde verder. Dus weer meer alcohol drinken, weer meer drugs gebruiken. Net zolang totdat het feest zo'n beetje afgelopen was. Ik had het gevoel dat ik eventjes uit deze wereld weg kon zijn. Dat kwam door de combinatie met drugs, dat je eventjes weg bent, ertussenuit kan knijpen, dat alles goed lijkt. Maar ik begon in te zien dat er een hele hoop dingen gewoon niet klopten. Zo waren er mensen die op het podium vleeshaken in hun eigen rug sloegen. Een hele hoop, naakte vrouwen op ieder podium. Dat was niet wat ik wilde. Give me pain till I die! Hetgene wat ik wilde was ware vertroosting en ware liefde. En ik dacht dat te vinden in hardcore. Of in andere soorten muziek. Alleen keer op keer werd ik daarin teleurgesteld. Het bleek dat het helemaal niet waar was. Dat het allemaal schijnliefde was en schijntroost. En later ben ik achtergekomen, toen ik tot geloof was gekomen, dat er wel een ware manier is om liefde en troost te krijgen. En dat vind ik onder andere nu door muziek, aanbiddingsmuziek. Steven, ja. Hoe is het voor jou om dit terug te zien? Ja, heel apart. Ik vind het ontzettend goed in elkaar gezet. Maar het is heel apart om met die beelden mijn herinnering ook weer gedeeltelijk omhoog te halen. Ik ben daar heel veel mee bezig geweest. En het is gewoon jarenlang mijn leven geweest. En het is wel apart om dat dan op zo'n manier ook weer terug te zien. Ja. Aniek, ja. Je bent een beetje ontdaan. Ja, ik vind het... Wat vond je ervan? Heftig. Ja, het is echt, ik vind het echt bizar dat het gewoon gebeurt in Nederland. Maar jij bent iemand die heel veel positieve effecten met muziek heeft. Ja. Als je dit dan ziet, wat doet het met je? Dat is negatief. Ja, ik kan er niet veel meer van maken. En, of ook niet minder. Ik vind het erg dat het gebeurt. Ik vind dat het moet stoppen. Ik vind die muziek verschrikkelijk. Je bent helemaal ontdaan. Ja. Hey Wout, je zit ook heel hard te knikken. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een extreme vorm van agressiviteit communiceren naar je publiek. Ja. Dick? Ja, ik herken heel veel in het verhaal wat jij hebt verteld. En ja, ook de redding die Jezus daarin geeft, heb ik zelf mogen ervaren. Dus ik kan me daar eigenlijk helemaal mee identificeren als je dat zo wat zeggen. Wat dat betreft zitten jullie dicht op één lijn. Ja, zeker. Ja. Nou, jij betrekt dus ook echt jouw levensovertuiging. In dit geval Christen, betrek jij dus eigenlijk in je muziekkeuze? Absoluut. Ja? Ja. Want eerst deed je dat wel en nu niet meer. Mm-hmm. Oké. Nou, muziek, wat zit erachter? Dat is een beetje waar we deze keer over gehad hebben. Weer een prikkelend onderwerp. We zijn er weer nog lang niet achter. Maar als we nog eens een keer een rondje maken. Muziek, wat zit erachter? Veel meer dan je zou denken. Voor mij een manier van communiceren om goede of slechte invloed uit te oefenen. Ja, bij mij echt, ik denk, een levensovertuiging. Heel erg veel. Ja. Dat is een hele mooie zin om mee af te sluiten. Leuk dat jullie er waren. Ik vond het fijn om met jullie hierover te praten. Muziek, wat zit erachter? Dat was het onderwerp van vandaag. Maar we zijn natuurlijk benieuwd wat jij vindt dat er achter muziek zit. Ga daarom naar onze website. Bedankt voor het kijken.